Het is tweede paasdag. Ja. Op visite in Vlaanderen. Bij Anaïk. Ja. In één keer goed. Goed, ja. Anaïk, ik kom jou tegen op YouTube. Ja. Met ja, wat filmpjes over, we noemen dat maar even, non-dualiteit. Ja. Is dat een term die al lang in jouw leven is? Nee, eigenlijk niet zo heel lang. Ja, ik denk dat ik eerst het spirituele pad gevolgd heb met de energieën en de chakra's en meridianen en aura's. En, dus altijd wel een soort van interesse gehad in wat is er nu nog meer dan de persoon waarvan ik denk dat ik ben. Maar ik denk dat non-dualiteit zo rond de geboorte van mijn zoon pas gekomen is. Dus die is nu 8. Oké. Okay. Ja. En hoe was jouw jeugd? Ik had best wel een jeugd vol belevenissen, maar van vaak minder leuke ervaringen. Dus het kon wel hard zijn. En ja, ik heb daar wel best veel in meegemaakt. Zo, ja, toch wel. Want jij typeert jezelf als een heel gevoelig iemand, hè? Ja. En ja, ik herken dat. Ik ben zelf ook al mijn hele leven heel gevoelig. Alleen ik heb er toch een jaar of 15, 20 gewoon weg kunnen stoppen of zo. Ja. Is dat u ook gelukt? Nee, was voor mij eigenlijk onmogelijk. Ja. Dus de gevoeligheid was zodanig sterk aanwezig dat ik zelfs de stempel als flauw heel snel kreeg. Maar het was niet alleen gevoelig qua verdriet en emotioneel, maar ik was ook zo verliefd bijvoorbeeld. Ik ging elke nacht slapen, wensend dag maan, dag sterren, dag bed, dag kussen, dag teddybeer. Ik was zo verliefd als kind op het leven zelf. En, maar zelfs dat werd heel vreemd gevonden. Dus ja. En ja. Moest je dan naar een dokter van je ouders? Of, Nee, ik moest niet naar een dokter. Maar mijn ouders zijn best wel chaotisch, dramatisch, heel fel met hun ego verbonden. Dus ze waren ook wel best hard, veel chaos, veel drama. En dat maakte dat het kind wie ik was, daar ook echt niet thuis hoorde. Niet thuis hoorde is zelfs niet correct, want dat is eigenlijk precies de plaats waar ik moest zijn. Maar het voelde helemaal zo fout aan. Waarom precies de plaats waar je moest zijn? Had ik dat leven niet meegemaakt, had ik nooit niet het doel gevonden of de drang gekregen om te zien wie dat ik meer was dan het kind dat voorkwam uit een dramatisch gezin. Hmm. Ja. Ja. Dus jij kijkt niet terug op je jeugd met wanhoop of wrok of spijt? Of... Ik kijk niet terug met spijt. Ik haat mijn ouders ook niet. Wat dat daarom niet wil zeggen dat ik soms geen tranen laat, omdat het moeilijk was. Ergens is er op mijn leven, zijn er conditioneringen gekomen waardoor dat ik het ook moeilijk heb. Ik ben ook bipolair. Dat wil zeggen dat ik hoogtes heb, manieën noemen ze dat, en depressies heb, dus laagtes. En wat misschien kan voortkomen uit zo'n traumatische jeugd. En dat maakt het moeilijk. Dus de beleving is gefluctueerder dan een mooie rechtlijnige lijn. Maar zelfs dat hoort zo te zijn. Zelfs zonder dat zou ik niet op het pad van de dualiteit geweest zijn. Dus, ja. Ja. Dus er zijn eigenlijk geen fouten in dat opzicht? Ik denk niet dat het leven fouten maakt, nee. Nee. Ik ben zelfs een zoon verloren. Hij is doodgeboren. Allee, ik heb hem moeten laten weghalen omdat hij ongezond was. En dat was voor mij een heel zware periode. Maar zelfs dat was geen fout. Zonder dat verdriet, zonder die krak, was ik niet het gebroken wezen geworden dat op zoek ging naar meer, ja, om zichzelf terug te herstellen. Ja. Er zijn leraren in Nederland die zeggen, zonder crisis geen ontwaken. Nee, u hebt daarnet mijn partner even kort, ja, ontmoet. Die heeft geen crisis meegemaakt. En toch? Perfecte leventje, ja, altijd gehad. Oké, okay, dus het is geen voorwaarde? Het is geen voorwaarde, nee. Nee, want dat zelfs... Een en al roze geuren, maneschijn, lopen op wolkjes. En nochtans zit hij op hetzelfde pad. Geen verschil tussen ons. Dus, en wie, ja, heeft wie aangestoken? We hebben elkaar aangestoken. Ja. Dus zoals ik al zei, was ik meer bezig met energieën, meditaties. Maar ik
voelde ergens van, kijk, het is nog altijd een aanvulling, maar ik wil bij het eindresultaat komen van, wat is er nu echt precies als allerlaatste? Plus ook die liefde dat ik voor God gevoeld heb als kind, die wou ik terugvinden. En dat was er niet. En dan ben ik, met de geboorte van mijn zoon, heb ik Lyme gekregen en ook depressief gevallen. Dus de eerste signalen van de bipolariteit kwamen eraan. En dan zijn we op zoek gegaan naar hulp. En de eerste hulp was daarin transcendente meditatie. En dat was eigenlijk wel fijn en prettig en het gaf mij wel wat rust. Maar ja, fluctuaties blijft, het hoort bij bipolariteit. En daarin zijn we iemand tegengekomen die zei van, ja, ik ga naar Muji. En wij hadden zoiets van, Muji, wat is een Muji? Een Muji. Wat is een Muji? En ja, dan is Bart beginnen tv kijken op YouTube naar zijn clips. Dus hij is dan eigenlijk vertrokken. En ik ben zelfs de eerste maanden een beetje jaloers geweest op hem, want ik voelde ergens een tegenstrubbeling dat ik dat echt niet wou. De eerste keer dat ik dan naar Londen ben geweest, naar Moji, ik heb die ook echt gehaat op dat moment. Het was me te veel. Totdat ik daar mijn eerste krakje heb gekregen, dat ik toch ergens voelde binnenkomen wat het er aan het vertellen was. En ja, dan zijn we blijven gaan en overtuigd, hoe moet ik het zeggen, volgers of zoiets? Ja, dat is niet precies wat ik bedoel, maar gewoon mensen die echt willen bereiken waar dat er naar verwezen wordt. Ja. Ja. Je vertelt zoveel interessante dingen dat ik even zit te kijken, even terug nog naar de geboorte van jouw zoon. Ja. Was dat dan wat we noemen een postnatale depressie, postpartum of... Dat heeft toen die stempel wel gekregen, postnatale depressie. Wes was ook een huilbabytje door reflux. Maar voor mij was het, als ik nu achteraf terugkijk, is het gewoon de eerste signalen van bipolariteit geweest. Ja. Ja. En bestaat bipolariteit, oftewel in Nederland noemen ze het ook manisch-depressief, hè? Ja. Bestaat het echt? Of er zijn ook mensen, dat is allemaal ego, al die stempels. Dat is niet... Oh. Of vind je dat... Zoals mijn ervaring is, ik kan natuurlijk alleen uit mijn perspectief praten, is bestaat het wel echt. Dus ik heb momenten dat ik het leven ervaar als heel vrolijk. Mm-hmm. En ik zie deze persoon heel energetisch door het leven gaan en doelen krijgen en ja, vieren eigenlijk. En dan gaat dat een beetje over de top, want het wordt te fel, te intens en dan... komen woedes en boosheden naar boven, want die energie wordt te veel. En dan langs de andere kant begint het eigenlijk met op een dag gewoon zo verdrietig te zijn. Je weet niet van waar dat verhaal komt, maar je ziet dat verdriet en je wordt een beetje trager, je wordt wat moeer. Het lukt allemaal niet meer. En ja, ineens komen die grote tranen, die grote huilbuien en binnenin... voel je toch een systeem dat daar toch wel heel veel aandacht vraagt. En dus heeft dat met ego te maken? Ik denk niet dat ik hier echt persoonlijke referenties gegeven heb. Ik beleef manische depressiviteit echt als zelfs iets biologisch. Want ik kan mijn hoofd wel observeren, die op die moment zegt van ik vind dit niet leuk en ik wil dit niet. Maar terwijl kan ik ook echt wel heel veel schommelingen hier binnenin die afwijken van het rustige, van het stabiele, gewoon meemaken. Maar ik kan er nog altijd naar kijken. Dus wie ik ben, kan nog altijd observeren wat dat hier gebeurt. Is er dan een identificatie aanwezig? Nee, want ik kan het nog op mijn afstand zien. Spreken we dan vanuit het ego? Ik weet het niet. Ja. Jij zegt ook niet, ik ben bipolair. Er is bipolariteit dan? Of... Ik ervaar bipolariteit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zo zou je het beste kunnen zeggen, ja. En ik, zelfs sinds ik de erkenning heb van... kijk, ik ben meer dan een lichaam en een geest. En eigenlijk ervaar ik dit allemaal in één perspectief. En wat rest er dan ook de waarneming zelf? Sinds ik die erkenning eigenlijk heb... ervaar ik nog steeds bipolariteit, hoor. Dus er zijn nog altijd dagen dat ik extreem hard ween en dat het allemaal moeilijk lijkt. Hè. Want
natuurlijk van op een afstand weet je dat het gewoon dingen zijn die doorgegaan. Maar voor dit wezentje dat hier een rol dient te spelen, is het nog altijd wel lastig, ja. Ja. Dus het is goed dat we dat even benoemen. Non-dualiteit, of ontwaken, of hoe je het wil noemen, is geen medicijn voor alles. Oh, eigenlijk wil ik dat ook weer niet zo zeggen. Want dan zou ik mensen tegenhouden om net op het pad te gaan. Non-dualiteit heeft mij op het pad gezet om eerst uit depressies te komen. Wat is er gebeurd? Depressies gaan misschien niet verdwijnen, misschien wel. Daar kan ik niet op antwoorden. Maar loskomen aan de attachment, het vasthouden aan die drama dat aan die depressie vasthangt. Het verhaal. Het verhaal, dat is eigenlijk het medicijn. Accepteren dat het verhaal nog wel gebeurt, maar terwijl er ook gewoon naar kijken, het doorleven en ja, die dat vasthouden, die attachment gewoon kunnen loslaten. En, ja, ja. Die, toch weer die identificatie. Ja, want als we blijven zoeken naar een medicijn, dan kunnen we al de vraag stellen, wie zoekt naar een medicijn? Ja, ja. Ja, je, als persoon wil je ergens vanaf, hè? Ik wil dit niet meer. Ik wil dat niet meer, ik wil zus. Die dingen komen ook nog uit mijn mond hoor. En dan vind ik het heel gek, want uiteindelijk zie ik dat die dingen uit mijn mond komen. En hierboven gaat dat dan zo meer van, hey, kijk, ik zit het weer te zeggen. Maar het komt er nog steeds uit hoor. Ja. Ja. Even kijken, we hadden dus na de geboorte van uw zoon, Muji, Rupert Spira, wanneer is die in uw leven gekomen? Rupert Spira. Dus ik ben een drietal keer naar Muji gegaan en die is eigenlijk fantastisch. Ik was er ook helemaal in de ban van. Wat sprak je zo aan in hem dan? Die liefde, die tederheid? Nee, de tweede keer dat ik naar Muji ben gegaan, heb ik echt mijn erkenning gezien. Dus ik ben ook naar hem gegaan. Ik heb gezegd, Muji, ik wil dat je me helpt. Ik denk dat ik in het diepst van mijn depressie zat en hij heeft daar de begeleide, ja, het begeleidend deel gedaan met mij. Zo van, als je alles loslaat, dat doet hij nu eigenlijk voortdurend, maar als je alles loslaat, alle gedachten waar je je aan vasthoudt, het lichaam, laat het even los, het verleden, de toekomst, alle connecties die dat je vast hebt en het andere, laat het eventjes opzij, wat rest er dan nog? En op dat moment kwam ik ook in een ervaring waar ik mezelf ervaren als een grote vlakte van ruimte eigenlijk. Die oneindig leek en waar dat eigenlijk rust. Rust, het enige te ervaren geheel was, ja. En ik ben zo naar huis gekomen en ik heb echt zoiets gehad van, ja, dit is eigenlijk het enige dat nog belangrijk is. En, maar ja, zoals ik het ervaren heb, is, ik had die herkenning op dat moment, maar dat persoon komt er weer bij. Mijn persoon heeft bipolariteit, dus dat is best wel intens. Dus je gaat weer door manieën en depressies en ergens heb ik weer de identificatie meegemaakt met de persoon. En ja, dan ga je nog eens en nog eens en nog eens. In de hoop dat je die erkenning ooit op een dag gaat kunnen vasthouden. Ja. Want je weet goed genoeg wat je bent. Maar soms gaat de aandacht gewoon zo diep naar de persoon dat je de filter niet kunt houden. En dan is het gewoon zo. Dan ben jij op dat moment de persoon. En wat dat moeilijk is aan Muji, is dat hij heel veel volgers heeft. Echt enorm veel. Dus je staat daar met een paar vragen en soms krijg je daar ook geen antwoord op. En dan zijn we naar Rupert Spira gegaan en die houdt zijn kringen iets wat intiemer. Dus ze zijn kleiner. En het massa aan antwoord dat ik toen op mijn vraag gekregen heb, was zo, zo groot, zo veel van inhoud, maar ik bedoel dat dan niet mentaal, want het heeft geen zin om naar mentaal te gaan luisteren, daar neemt je niks van op. Maar dat heeft mij zoveel gegeven en ja, het is eigenlijk een tweede open
open setting. Ja. Het ontroert je nog steeds, zie ik. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En dan is het soms naar Moochies, soms naar Rupert. Ja, Moochies is een beetje goedkoper. Ja. Ja. Maar ik vind de connectie met Rupert is voor mij veel sterker. Ja. Ja. En dan ga je dus niet alleen, dan gaat Bart mee. Er zijn momenten dat we samen gaan en er zijn ook momenten dat we apart gaan. Dat is puur omdat een van de twee bij de zoon moet blijven. Dus ja. Ja. En bijt dat elkaar niet dan? Maakt dat jou niet aan het twijfelen? Denk je, ja, maar wacht eens even, Rupert zegt nu dit, maar Moochie zei dat. Ja. Hoe? Dat was in het begin heel lastig. En dat kan soms nog lastig zijn. Dus ze vertellen de waarheid. En wat ze zeggen is ook echt wel de waarheid. Maar je begrijpt het niet altijd zoals zij het bedoelen. Omdat je je eigen connecties hebt binnenin. Je eigen referentiepunten. En je eigen associaties. En ja, soms komt dat niet overeen met de boodschap die dat zij willen brengen. En dan wordt het voor jou wel een zoektocht om dan toch maar te ontdekken wat ze ermee bedoelen. Mm-hmm. En dat kan wel even een pingpong zijn. Dat je eerst de ervaring beleeft van dat ze het zo bedoeld hebben en dat je dat later toch weer moet ontgroeien. Ja. Ja. En heb je dan nodig dat je denkt van nu is het klaar. Ik heb het nu vaak genoeg gehoord. Ik zit momenteel in de fase, ik ben klaar, ik ken alle antwoorden en ik heb genoeg gehoord. Maar terwijl zit ik ook in de fase van, er zijn toch nog best wel persoonlijke momenten. Dus we moeten toch nog even door. Ja. Ja. Want je zou kunnen denken, is dat erg? Gaat die persoon überhaupt, blijft die niet gewoon zijn verhaaltje doorspelen? Absoluut, ja. De persoon gaat zijn verhaaltje ook blijven doorspelen. En dat is ook de bedoeling. Het leven zou ook geen persoon gecreëerd hebben als het niet de bedoeling zou geweest zijn om de persoon te ervaren. Maar de connectie met de persoon. Ja. Ik ben nu eigenlijk aan het aftoetsen. Is het de bedoeling dat ik de connectie helemaal loslaat? Of is het oké van soms op de achtergrond te staan en soms op de voorgrond? Ja. Het feit dat er toch nog wel wat dingen zijn dat ik mij kan aantrekken, emotioneel, is voor mij zo nog een twijfel van misschien toch nog net niet. Maar terwijl denk ik dan, ik ben altijd emotioneel geboren. Dus het niet aantrekken van dingen zou niet bij mijn natuur horen. Hmm. Dus, ja. En heeft het misschien ook met leeftijd te maken? Ik weet niet, hoe oud ben jij nu? 35 jaar, ja. Ja. Er zijn ook een lerares die ik sprak, Joannika Ring, die zegt er zijn een soort 7-jarige fases. 7, 14, 21, 28, 35, ja. 42, ben ik nu, 49. Dat om de 7 jaar nog een soort verdieping krijgt of zo. Oh, ik denk niet dat we echt diep met die concepten moeten gaan bezig zijn. Nee, waarom niet? Dat er ook al bewuste kinderen geweest zijn die misschien zelfs nog niet aan 7 jaren zaten. Ik denk dat als uw tijd rijp is, het ook. Ik zie het meer als een iets plotseling optreden, een gelukstreffer zelfs. Nee, geen formule dus qua verdieping of zo. Dat je misschien over 7 jaar hier weer, dat die persoon toch weer op de een of andere manier. Wie weet. Ja, je weet het ja, niet. Dat kan er voorlopig niet op antwoorden, maar ik zie geen 7 jaar patroon in mijn eigen ervaring. Nee. 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 En hoe is dat hier in Vlaanderen? Worden hier wel eens satsangs georganiseerd? Komt Moody of Rupert Spira ook naar Gent? Nee. Of? Nee. Hoe verklaar je dat? Geen idee. Ik heb er wel interesse voor om Rupert Spira ooit eens naar hier te halen, maar voorlopig ja, denk ik dat Nederland en België zo dichtbij liggen dat hij dat wel goed vinden dat de Belgen naar Amsterdam komen. Uiteindelijk is het ook maar een klein landje. En misschien dat we de cultuur in Nederland meer openstaat voor zo'n dingen toe te laten. Ik word ook nog altijd als vreemd aanschouwd hier tussen de vrienden en zo verder, omdat ik met non-dualiteit bezig ben. En ik heb zelfs vrienden die The Power of the Now, kracht van nu, ja, van Eckhart Tolle gelezen hebben, die het nog steeds vreemd vinden dat ik naar satsangs luister. Dus wat eigenlijk compleet hetzelfde ja, is. Ja, het verwijst naar hetzelfde. Ja. En we zijn nu in, hoe heet het hier alweer, Scherpenheuvel, hè? Scherpenheuvel, ja. Toen ik dat bij mijn moeder liet vallen,
Zei ze, oh ja, dat is een bedevaartsoord. Klopt helemaal, ja. Hier is de Heilige Maagd Maria ooit gezien, dicht bij de kathedraal. Ja, basiliek, sorry, de basiliek. Is dat nog iets wat je fascineert, dan wel bezighoudt? Eigenlijk zijn er niet zo heel veel dingen dat me echt fascineren. Nee, maar je zou het verhaal van Maria. En ja, ik ben enorm hard verliefd op het Jezusverhaal. Maar ik ken het eigenlijk niet zo goed, omdat ik ook niet katholiek echt ben grootgebracht. Maar ik vind het prachtig om in die Mariahal te wandelen en om dat hele verhaal te zien. Maar ik vind het dan daarbij nog prachtiger om iemand als Rupert over Jezus te horen praten, dan snap je pas echt wat daar bedoeld werd. Was hij ook een Advaita-leraar, Jezus? Geen idee. Ik weet zelfs niet wat Advaita is. Ja. Ah ja, het andere woord voor non-dualiteit. Ja, ik denk dat wel, ja. Absoluut. Ja. Ja. Hij verwees toch eigenlijk in zijn de taal van zijn tijd naar dezelfde dingen, hè? Absoluut, ja. Ik denk dat Jezus dit wel helemaal bedoelde. Mm-hmm. Ja. Alleen dat er later van gemaakt is. De leer, hè, en het voorschriftenboek. En zoals ik daar straks al ergens gezegd heb, van we krijgen door Mochi en Rupert iets te horen en we nemen dat verkeerd op. En we moeten dat eigenlijk een beetje ingroeien, zodat we daar het juiste, de juiste boodschap van krijgen. Dat is er eigenlijk met Jezus ook gebeurd. Had prachtige boodschappen. Heeft dat in een heel andere taal moeten verwoorden, omdat het over zoveel jaar terug gaat. En ja, mensen spraken gewoon toen anders. Maar de boodschappen zijn niet altijd begrepen zoals bedoeld werd. En ik denk dat dat met Boeddha ook zo bedoeld is, gebeurd is. Hetzelfde met Mohammed. Dus. Het koffiemachine gaat even lawaai maken. Ik hoop dat de boodschap van Mochi en Rupert wel heel zuiver gaat blijven door de jaren heen. Want het paasverhaal bijvoorbeeld, ik zie daar ook wel een soort ontwaakverhaal in eigenlijk. Ja. Hè? De kruisiging, dat kruisdragen en de wederopstanding. En helemaal. En dan het terug tot geboorte komen. Hè? Ja, absoluut. Het is ook wel zo. Hè? Maar het is niet een lichamelijke wedergeboorte. Het is een wedergeboorte van wie je echt bent. Hè? Ja. We zijn nu een 20 minuten aan het praten. Het woord liefde is volgens mij nog niet gevallen. Ja, wat betekent behalve liefde voor God dan. Ah, ja, okay. Ja. Wat betekent liefde voor u? Zijn wij liefde op zoek naar onszelf? Of wat? Oh, ik heb twee definities van liefde. We hebben de aardse liefde, de passie. Het zoeken naar een tekortkoming die je kwijt bent in een ander. En daarmee vaak ook heel veel drama's erbij krijgt. Waarom? Omdat we die liefde buiten onszelf gaan zoeken. Wat is liefde voor mij? Op het tweede gebied is eigenlijk meer dan die erkenning van jezelf binnen in jezelf vinden. En daar ook zien dat wat er ook gebeurt, jezelf niet raakt. Eender welke beweging verstoort die grote massa van rust niet. Die blijft even ruimtelijk, even rustig, even ordelijk als daarvoor. En die connectie daarmee, dat geeft zo'n gevoel van veiligheid, van vertrouwdheid, van warmte. Ik denk dat dat eigenlijk de liefde is dat er in het leven bedoeld wordt. En als je dan nog eens ziet dat wanneer je ogen opent en alles wat je ziet ook in die beleving ziet, ja, dan ben je toch super verliefd op de buitenwereld. Dan haalt je zeker de schoonheden er nog eens uit. Ja. Gaan de dingen dan een soort van glimmen of zo? Of, niet, voor mij niet in het bijzonder. Ik ga daar niet als een wauw naartoe. Als kind wel? Ja, als kind wel. Maar dat was ook nog altijd omdat ik één was en het ander was twee. En de liefde die stroomde was het geheel dan. Maar de wauw nu zit al binnenin mij. De wauw. De wauw. Dus ik denk dat ik ook een beetje meer qua de grote massa-explosie van warmte heb ik nu meer zo het vrediger. Dus de wauw is helemaal veranderd naar
Begrijp je het verschil? Maar uiteindelijk duidt het naar hetzelfde hoor. Ja. Ja. En als je dan manisch bent, hoe uitzicht dat dan? Ik moet dan denken aan, dan ga je alles opruimen en poetsen of... Nee, nee? Nee. Ik ben niet het opruimde poets type. Type. Nee? Ik krijg dan heel veel zin om naar buiten te gaan of om mensen tegemoet te komen of om... ja, ik ben gewoon heel energetisch. Zelfs shoppen vind ik dan enorm leuk. Ja? En, ja. Maar dat kan dus op de dag zelf nog omslaan in... Dat kan depressie. Op de dag zelf omslaan. Terwijl je met de tassen bij de kassa staat? Nee. Het verhaal wordt dikwijls wel afgemaakt. Maar ik kan hier een uur later wel thuiskomen en wenen. Ja. 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 Nu, het is daarin ook heel belangrijk om niet aan te sluiten bij het verhaal dat gemaakt wordt in uw hersenen. Want uw hoofd zal altijd dan proberen van u te triggeren met iets. Stel u voor dat ik aan shoppen ben, hele leuke tasjes bij. Ja, shoppen is niet goedkoop meer. Hè. Het is best wel wat duur. En dan ineens komt het schuldgevoel. En ik heb best wel veel uitgegeven. Ja, nee. Dat dus niet. Als je in dat verhaal meegaat, dan ben je voor dagen aan het wenen. Wat je uiteindelijk moet gaan beseffen dan is, ja, die drang, die zin die er gekomen is, is het leven zelf geweest dat door jou gekomen heeft. En dan moet je ook achteraf niet echt met schuldgevoel zitten. Allee, dus geniet gewoon van het moment dat er dan weer is. En ben je dan verdrietig? Ja, kijk gewoon naar dat verdriet. En geef daar geen boodschap aan. En eigenlijk is verdriet niet zo lelijk als je er naar kijkt zonder verhaal. Dan kan dat best wel puur en zuiver zijn. En ja. 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 Nou, dat is mooi gezegd. Ja. Dus die zelfbeschuldiging, die is er wel af bij jou? Niet altijd, nee. Nee. Dus, ik ben altijd iemand dat nog vindt dat ze kan groeien. Omdat depressies in bipolariteit ook wel heel diep kunnen gaan. Dus het kan altijd beginnen met een onschuldig verdriet van een paar dagen. Maar het kan ook zijn dat het opkomt als een haat. Een haat naar jezelf toe. Het is ook niet makkelijk om als je onstabiel bent van binnen, om dan een stabiel leven te creëren. Dat is gewoon zo. Met een kind en een partner en een huis. Ja, dat lukt nog best. Ja? Maar daarbuiten wordt het al extreem moeilijk, want... Een werkgever die dat allemaal tolereert en soms heb je gewoon de energie niet om recht te komen. Dus je creëert geen sprookjesleven met een bipolaire stoornis. Het is best wel moeilijk. En ja, dan automatisch komt er toch een verhaal van haat naar je toe. Van waarom kan ik dat toch waarom niet? Waarom hoor ik er niet bij, ja. Inderdaad. En zo, die oude... conditioneringen die dat toch wel heel sterk naar boven komen. Ik denk dat Eckhart dan ook vertaalt naar het pijnlichaam. Ja. Ja, dus, en dat kan wel best intens zijn. Dus, maar dan weer wordt het je kracht en je sterkte door er vanaf te gaan. Door te kijken, wie is hier eigenlijk weer aan het lijden? En als je eenmaal gezien hebt dat die wie niet bestaat, dan ga je weer kijken naar wie ben ik dan weer. En die ik die dat dan wel weer is een grote waarneming. Uiteindelijk ben je niet meer als de ervaring zelf. De waarneming die gebeurt, ja, daar is toch alles in toegestaan. Maar dat wil niet zeggen dat je hoofd niet constant probeert om je daaruit te krijgen. Dat is dus een eeuwige pingpong. Het is niet eeuwig, want op een bepaald moment... breek je daar dan toch door. En dan zie je dat van... ah ja, oef. Ik ben weer door een spel gegaan, door een grote film gegaan. En ik zie weer, ik ben het scherm zelf waarin dat alles gebeurt. En, ja. Als we er dan even vanuit gaan dat niks persoonlijk is. Hè? Even, ik zeg niet dat het zo is, maar we gaan er even vanuit. Dan zou je ook kunnen denken, die pijn die je op sommige momenten voelt, is dat dan niet... universele pijn van alle vrouwen op heel de wereld of de dorp zou hier kunnen, of ja. Omdat jij zo gevoelig bent? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ik werd vaak als kind afgeschermd dat ik zwak was
En ik heb altijd gezegd als kind, ik ben zo sterk, want ik draag het leed van de wereld. Is dat de waarheid? Eigenlijk weet ik dat zelf niet. Dus, maar het zou wel kunnen, ja. En is het nou nog op momenten erger? Ik noem maar wat, een vrouw heeft natuurlijk haar maandelijkse periode. is het dat is ook weer een hormonale... weet je, je stabiliteit wordt daar een beetje doorbroken. Hè? Hier van binnen gebeurt er dit, hè. Mm-hmm. Dus, ja. En staat dat ook echt in verbinding met wat sommige mensen zeggen met de maan en zo? Dat we gewoon, hè, dat wij zo onder invloed staan van die planeten. Ze noemen het niet van niks hier maanstonden, geloof ik. Goed, er zijn twee manieren om naar het leven te kijken. Je kan dus kijken vanuit de persoon die dat energie rondom zich heeft en het leven en dan pas God. Of je kan vertrekken van God, die dat jij eigenlijk bent, die het leven heeft en dan de persoon en daarin het denken. Het valt te zien van welke twee kanten dat jij de boodschap wil brengen. Alle twee kanten correct zijn. Het ene wordt tantra genoemd, het andere is non-dualiteit, dus het afscheiden. Ik bekijk het leven liever als... Ik ben de waarneming en de ervaring en ik zie dat alles in mij gebeurt. Dat alles in mij gebeurt en dat ook alles dat in mij gebeurt bestaat uit wat dat ik ben. Het weten daarvan. En op dat moment is alle uitleg van dat komt door de maan en de energie... Dat telt dan ook niet meer, want dat zijn allemaal dingen die een kwaliteit hebben in jouzelf. Maar alles wat een kwaliteit heeft, bestaat nog altijd uit jouzelf. Dus de grote boodschap is nog altijd, wie ben ik zelf? Ja. Dan zou ik nu zeggen, ik ben alles wat ik waarneem. Je bent eigenlijk alles wat je waarneemt, ja. Dat is het enige. En dan bedoel ik met waarnemen niet de kwalitatieve eigenschappen rondom jou. Hè? De lamp is hard, de zetel is zacht. Mm-hmm. Maar eigenlijk als je goed kijkt, dan zie je toch dat wat er gebeurt toch op precies dezelfde manier wordt waargenomen. Dus jij kan toch naar mij even waarnemend kijken als dat je naar jezelf kijkt. Mm-hmm. Of als je nu zo meteen een geluid hoort, dat wordt toch ook waargenomen. Precies hetzelfde, op dezelfde manier. Het gaat hier niet over sterktes of dit is geluid en dat is vorm. Nee, het waarnemen zelf gebeurt toch altijd hetzelfde. Al ben je met je gedachten in een dagdroom, in een fantasie, dan ben je daar toch nog altijd precies even hard, evenveel van waar. Ja. Ja. En... Dat waarnemen is wie je eigenlijk bent, ja. Dat is eigenlijk een geruststellende boodschap. Ja. Want dan, weet ik niet, dat stelt ook wel, dat stelt echt gerust, hè. Omdat zo... En is het dan nog belangrijk om een medicijn te vinden voor bipolariteit? Op dat moment niet, nee. Nee, waarom niet? Omdat wie je bent, is niet bipolair. Die persoon, die beleving is bipolair en jij neemt dat waar. Ja. Nu, de kracht is wel natuurlijk van... als waarnemer met die erkenning ook alles terug te beginnen toelaten. En om nog even terug te gaan naar Mucci en Rupert, als ik mag. Tuurlijk. Mucci houdt de afstand tussen de waarneming... En hetgeen dat gebeurt. Hè? Want hij wil jou laten zien dat je meer bent dan dat persoon, lichaam en drama. Maar Rupert probeert je ook echt terug te brengen naar de beleving zelf. En alles weer toe te laten. En dat is toch ook wel een heel, heel belangrijk onderdeel. En dat is het onderdeel waar ik zelf nog aan het werken ben. Dus de erkenning is er wel helemaal, maar het terug toelaten... nog niet helemaal, maar het is zo mooi om te kunnen zien dat wat dat er gebeurt, er totaal ook hoort te zijn. En, om een klein voorbeeldje te geven is, ik krijg hier morgen een auto-ongeval en mijn auto spert totaal. Deze persoon gaat dat nooit niet leuk vinden, want het kost geld en dat is vervelend en irritant.
Maar terwijl weet je ook van als waarnemer was er geen probleem dat die auto's botsten. Dat verhaal is gewoon zo. En dat zal nooit niet bepalen of dingen horen te zijn of niet horen te zijn. Het wordt gewoon waargenomen. Wat het ook ziet, is oké. Okay. Het wordt gewoon waargenomen. Het moeilijke daarvan is als je hele mentale mensen hebt, die kunnen heel moeilijk aanvaarden, zoals terroristische daden en zo, dat dat er ook bij hoort. En ik begrijp dat dat heel moeilijk is om een plaats te geven. Voor mijzelf mentaal is dat ook niet gemakkelijk. Maar als je dat uit het perspectief ziet van de daad die heel pijnlijk is, speelt zich gewoon af op het scherm, maar jij bent het scherm. Ja, dan, en het scherm wordt eigenlijk ook niet verwoest door de daad dat er is afgespeeld. Dan kan je dat toch allemaal wel best een beter plaats geven, ja. Die vergelijking wordt regelmatig gemaakt. Het bioscoopscherm met de film die erop geprojecteerd ja, wordt. Ja, omdat het ook heel duidelijk is. Nu, ik gebruik heel vaak ook de oceaan. En de druppel? Ja, nee, niet nee? echt. Maar weet je, een oceaan, helemaal diep, is die stil. Ja. Daar is geen beweging, daar is rust. Van boven kan daar een storm aan de gang zijn. Maar die oceaan is nog altijd stilte zelf. En die is niet verwoest hè, door die storm. Van het moment dat die storm gaat liggen, die oceaan is nog perfect helemaal zoals ze horen te zijn. Er is niks kapot. Niks verloren gegaan. Nee. Dus, ja. Maar zijn wij dan het water? Het water, in de metafoor. Oh. Nee, dat want niet. De vissen in het water bestaan niet uit water. Nee. Maar Ze zijn hetzelfde. De dikke vissen, de walvissen, de zwaardvissen en de haaien zijn eigenlijk allemaal onze emoties die door ons gaan. En dus het water bovenop de golven en de storm is eigenlijk meer ons persoonlijk drama. En moest het nu allemaal uit water bestaan, dan zou ik zeggen ja, dan zijn we het water. Ja. Maar ja, het is nog niet helemaal perfect. Ja. Nee. En ja, wat toch mij altijd fascineert is het verhaal. Hebben wij dan in die waarneming nog een keuze? Heb jij er nu voor gekozen dat je nu zo bent gaan zitten? Of heb ik ervoor gekozen om nu koffie te drinken? Of gebeurde het gewoon? Eigenlijk is dat heel, heel lastig om daarop te antwoorden. Want dat is een ja-nee antwoord. Mm-hmm. Nee, als je goed begrijpt dat je de waarneming bent en dat het leven doorheen jou gebeurt, en dan kies je niet zelf. Ik kies bijvoorbeeld niet wanneer ik manisch word of depressief. Dat gebeurt gewoon. Kies ik nu of dat ik mijn glas wil pakken en daaruit drinken op het moment dat ik het doe? Het voelt toch aan als een keuze. Is dat belangrijk om te weten dat daar een keuze wordt gemaakt of niet? Ik denk dat je dan meer moet gaan kijken wie vindt het antwoord op die vraag belangrijk. Ja. En diegene die dat antwoord belangrijk vindt, is dat degene wie je oorspronkelijk bent. Want als waarnemer maakt het toch helemaal niet uit of dat er keuzevrijheid is of niet. Dat was voor mij een handig hulpmiddel om die zelfbeschuldiging dus een beetje los te kunnen laten. Daarom dat ik zeg, het leven gebeurt eigenlijk door jou. Ja. En daarom is het heel belangrijk om te weten, wie is degene dat hier een antwoord op wil? Ik zeg ook nooit waarom. Ik vraag altijd aan de mensen, niet waarom, maar wie. Als je daar al naar kijkt, dan weet je al goed genoeg met wie je te maken hebt. Gewoon al door de vraag te stellen, word je al bewust van. Ik kijk hier tegen de projectie aan en niet van de projectie weg. Ja. Dus ik heb goed begrepen. Spreek jij hier ook met mensen één op één over? Of is dat meer een vriendschap? Of? Er zijn mensen waar ik mee gesproken heb, die zelfs om hulp vroegen. En ik heb dat dan ook gedaan. Maar wat dat ook heel belangrijk is dat je de mensen op tijd weet los te laten. En dat ze hun eigen pad verder gaan. En dat ze hun antwoorden zelf proberen in te vullen. Ik moet jou niet gaan geloven wat je nu zegt. Nee. Nee. Nee, dan maak ik er weer een leer van. Het enige dat ik wil is wat ik gezegd heb vandaag. Dat je daar eens naar kijkt. Of dat je dat in je eigen ervaring ook kan terugvinden. Is dat niet zo? Geloof me alsjeblieft niet. Nee. Jij zit hier niet de waarheid te verkondigen. Wat is de waarheid? Nou ja, soms hebben mensen toch het idee. Die staan op kratjes op de marktplein.
met Jehovah's getuigen, maar dit is de waarheid wat ik hier in mijn rechterhand heb. Ik ben mijn ervaring aan het vertellen vanuit het perspectief dat ik heb. En ik kan nooit niet zeggen wat jouw waarheid is. Uiteindelijk weet ik wel dat non-dualistische teachers allemaal op het einde samenkomen van we zijn toch wel één geheel. En dat is ook duidelijk als je weet dat er aan die grote bewustzijnsmassa van jou geen einde komt. Ja, dan weet je ook dat er, als er geen einde is, kan er ook geen ander geheel zijn. Of er zouden twee eindes zijn. Ja. Maar dat is iets dat je moet ervaren. Dat is niet iets dat je zomaar mag aannemen. Nee. En ik wil helemaal de waarheid niet verkondigen. Dat is het enige dat mij soms wel boeit, is dat ik mensen die het echt willen weten en een vraag hebben, dat ik die een stukje kan, een antwoord geven. Ik heb zelf ook bij meesters gestaan om antwoorden te krijgen. Dus, ja. Nog andere behalve Rupert en Moody? Dat is nu heel vreemd, maar ik heb zelfs volgende week een afspraak met Arjen Chilp. Arjen Slijp. Slijp, ja. Van de innerlijke bevrijding. Van de innerlijke bevrijding, ja. Ja. En ga je naar hem toe? Of? Nee, we doen dat via Skype. Dus verrijden ook. Ja. Ja, en met Jan Kees Vergouw heb ik ook een gesprek gehad. Ja. En dan zie je pas dat elke... Dat al die mensen toch ook hun eigen visie hebben en hun eigen woorden. En dan pas zie je hoe dat concepten elkaar soms kunnen tegenspreken. Ook al vertellen ze allemaal hetzelfde, de boodschap komt soms anders aan. En ja. Maar het zit hem uiteindelijk dus ook niet in de woorden. Het zit hem in waar de woorden naar verwijzen. Ja, absoluut. Want ik zie wel eens mensen bij Hans Laurentius of wie dan ook in de zaal zitten met een notitieblok. Dat zag ik bij, volgens mij bij Rupert ook wel eens. Ja, klopt. En dan zitten mensen, oh, dat moet ik opschrijven. Ik snap het wel, want je denkt, oh, dit moet ik niet vergeten wat hier gezegd wordt. Dit is zo belangrijk. En ja, ik heb dat nooit niet gedaan. Ik heb daar altijd heel luisterend gezeten. Ik ben er zelfs in slaap gevallen soms. Maar het is meer de bedoeling van zo weinig mogelijk te willen weten, maar wel zoveel mogelijk te ontdekken. En wij denken dat we ons hoofd nodig hebben om tot kennis te komen. En dat is juist bij non-dualiteit niet. Dan mag je eigenlijk je hoofd niet meenemen, want dan ga je net zonder antwoorden naar huis. Omdat kennis niet in de ervaring zit. De bedoeling is dat je daar ervaring krijgt, dat je daar de erkenning van jezelf krijgt, dat je ziet wie je bent. En dat gaat niet als je daar klaar zit om kennis op te doen. Nu, heel soms worden daar ook wel echt heel sterke dingen gezegd, waarvan je denkt, het is zo leerrijk voor mij geweest, die je dan achteraf weer vergeten bent. En misschien is een notitieboekje dan wel handig, dus ik wil dat zeker niet veroordelen. Of een opname? Maar... Ja, ja. Oh, een opname kan zeker leuk zijn. Ik heb, want Rupert doet ook webinars, ik weet niet of je dat weet. En ik heb daar ook al een paar vragen gesteld en die worden altijd opgezocht. En dan is het wel eens leuk om een maand later of zo nog eens terug naar die uitzending te kijken. En dan zie je dat je dat antwoord helemaal anders opvat als dat je het voordien deed. Ja, omdat je daar nu meer rijp voor bent. Je bent die situatie meer ontgroeid. Dus, ja. Ja. Ja, er wordt ook gezegd over boeken. Hè. Gooi ze niet te snel weg, want je leest ze na een half jaar of een jaar eigenlijk totaal anders. Ik heb nog nooit een boek gelezen. Geen enkel Advaita-boek hier in de kast staan? Ik heb er zoveel hier in de kast staan. Maar nooit gelezen? Nooit gelezen. Je bent gewoon geen lezer? Ik lees niet graag. Nee. Ben je meer auditief ingesteld? Of... Ja. Dat kan. En zelfs al moet ik kiezen tussen een YouTube-satsang of ik ga live in de zaal, dan ja, ergens geniet ik ook van die energie die dat daar aanwezig is. Dus dan spreek ik wel als persoon dat de energie voelt. Maar, dat is fijn, dat is sterker ook. Ergens is dat wel heel krachtig, zo naar zo'n satsang gaan. Ja. Dat is hetzelfde of je een concert op televisie kijkt of je bent daadwerkelijk aanwezig in die beleving. Ja. En ga je nu dadelijk als Muji naar Nederland komt, sta je dan toch weer vooraan? Nee. Voor mij was Muji de laatste keer geweest nu in Lissabon, ja. Hoe weet je dat? Een gevoel in mij heeft dat gewoon verteld. Voor mij is het klaar met Muji. Ik ben nu ook
al 3 keer geweest waar ik het gevoel had van, ik heb de antwoorden van hem gehad. En hetgeen wat ik nog nodig lijkt te zoeken, ga ik niet bij Moji vinden, maar moet ik hier van binnen gaan vinden. Nou, dat is goed dat je dat nog eens benoemt, want er is wel eens de uitspraak: ga niet de postbode vereren voor de liefdesbrief die hij komt brengen. Het zit er natuurlijk eigenlijk, het is niet, nou ja, dat zie je toch veel gebeuren, dat Muji is de ware, is de waarheid. Heb ik ook gehad, hè. Ja? Want hij hangt hier ook nog, ja, hè? Hij hangt hier nog lekker in de kamer. Ja, het blijft wel iemand dat mijn eerste erkenning heeft gegeven, dus het respect is wel aanwezig, maar... nee, het is niet dat ik hem nog verafgod, nee. Wat zegt hij daar zelf over? Zegt hij dat zelf ook van laat mij los, je hoeft niet mij aan mijn voeten te kussen? Het wordt meer algemeen gezegd door hem. Meer zo van, ja, je moet de leraar loslaten, maar hij zal nooit het woord mij gebruiken. Nee, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. En dat is ook de eerste... de eerste ingeving dat ik gekregen heb van kijk, een stukje persoon blijft toch nog aanwezig, want waarom zou dat anders zo zijn? Ja. Dus ik denk niet als je geboren bent als een zeer timide persoon dat je dan ineens een heel sociaal iemand gaat worden. Die timiditeit gaat toch blijven bestaan. Ik zeg niet dat die graag verafgoten wordt, maar ik denk wel dat het iemand is dat graag het gemakkelijk heeft. Een team dat voor hem alles regelt. Ja. En hij moet maar komen. En hij staat ook achter zijn boodschappen. Hij stuurt dat ook met heel veel liefde. Want het is wel één zachte, dikke knuffelbeer. Ja. Dus, en hij houdt ook echt van zijn publiek. En hij kan soms ook wel hard zijn, hoor. Als hij voelt dat jij daar niet met de juiste intentie zit, dan word je dat wel gewaar, ja. En wat is dan niet de juiste intentie? Als je daar komt om kennis te ervaren, om een spiritueel ego te ontwikkelen. Oké. Ja. Dat zou je kunnen denken, hè? Dat het de nieuwe hype is. Moet je zelfs bekende actrices en acteurs in Nederland lopen met hem weg. Als waarheid de nieuwe trend. Of, net als ik nu fan ben van Phil Collins en dan ben ik volgende week fan van Koen Wouters. En Ja, niet dat ik dat veroordeel, maar je ziet het. Zou het dan kunnen zijn dat, er wordt wel eens gezegd, ja, er is blijkbaar behoefte aan iemand die verafgod moet worden, dus dan is die er gewoon. Ja. Het houdt elkaar in stand. Ik denk dat het ook wel zo'n beetje is, nu niet vergeten. Van alle mensen dat er zitten, wordt misschien maar 5% echt wakker gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat de andere 95% daar waardeloos zit. Hmm. Uiteindelijk, stapje bij stapje, creëert dat wel... Een pad voor andere mensen, want zij gaan over Muji praten, die weer mensen aanspreken die wel klaar zijn om wakker te worden. En, dus weer om geen fouten? Nee, voor mij zijn er geen fouten. Hoe hard het leven ook geweest is, ja, dus, of nog kan zijn, dat wil niet zeggen dat ik angstloos door het leven ga. Ik ben best nog wel bang. Ik heb een zoon, dus ik wil die zien opgroeien. En maar toch... Als dat nu zo is, dan ga ik ook ooit op een dag wel begrijpen wat er ook zo hoorde te zijn, ja. Valt te zien van welk standpunt dat er gekeken wordt, natuurlijk. Hè. En heb je ooit met de gedachte rondgelopen van het hoeft voor mij niet meer? Het leven zelf? Ja, maar dat is typisch aan bipolariteit. Ja? Hè? Ja, dus omdat ik ook in rapid cycling zit, dus mijn pieken zijn niet traag, maar die gaan heel fel. Dus dat is heel typisch aan bipolariteit, dat mensen dood willen gaan. Maar wat dat ik wel hoef te zeggen, is dat ik dan zie dat deze persoon zegt, ik kan dit niet meer aan en ik wil dit ook niet meer. En ik kan wel begrijpen dat dat voor mensen die niet non-dualistisch zijn, heel verwarrend is. Want zoals mijn moeder, die heeft dan zoiets van, huh? Maar Bart, die begrijpt dat perfect. Die weet goed genoeg dat dat gewoon een stem is, een momentopname, een ervaring die dat door mij heen gaat. En zegt van, ik wil dit niet meer. En als ik naar Eckhart Tolle moet luisteren, dan weet ik ook dat het op een dag zo niet meer zal zijn. Dat zal weg hebben. Hmm. Ja. Dooft uit. Dooft uit, ja. 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 Maar niet iedereen heeft de...
onmiddellijke klik en klaar. Nee, het is absoluut normaal om in tredes meer en meer en meer bewust te Ja. worden. Ja. Dan moeten we ons niet op blind staren op die explosies van Nee, ontwaken die we absoluut kennen niet. uit de verhalen van Eckhart. Nee, want dat creëert juist de grote teleurstellingen, omdat je denkt, ja, ik heb mijn erkenning en dan kom je terug naar het menselijke beleven en je connecteert je daar weer mee en dan heb je zoiets van, oei, ik heb gefaald, weer dat gefaald Ja, gevoel. ik ben het kwijt. Ik ben het kwijt. Nee, het strafste van al is dat het juist zo hoorde te zijn, want het leven is door jou gegaan en het... Je kon het zelfs niet veranderen, zou je het willen. Het is gewoon zo moeten zijn. En ja. Ja. Moeten we daar dan ook niet weer termen op loslaten, wat ik wel eens gehoord heb? Zonder wrijving geen glans. Dus met andere woorden, die pieken en dalen zetten juist iets in beweging. Als het vlak zou zijn, zou dan niks veranderen. Nee, want ja, Bart is altijd vlak Ja, precies, geweest. ik kom Dus weer bij Bart. Ja, ja. die heeft dat Die absoluut heeft niet. dat niet. Nee, ieder zijn Nee. eigen pad. Laat me het zo stellen dat ik het nodig had om op dit pad te geraken. En hij niet. Niet. Ja. Nee. En hoe is het om een relatie te hebben met iemand die bipolariteit heeft? Is dat lastig? Ja, dat is enorm lastig. Ja. Moet je dan veel geduld hebben? Ja, en gelukkig heeft hij dat ook. Ja? Ja. Ja. Want Ik jullie zie dat zijn zelfs als waarnemer. Hè? er? Ja. Dus dat enorm lastig is voor de omgeving. En ga je Helemaal. daar dan niet extra schuldig door voelen? Ik zou me dan. Ik heb ook wel eens van die buien gehad vroeger, maar ik schaamde me kapot daarna. Ja, als ik mij identificeer met de persoon, schaam ik mij dood. Ja. Maar gelukkig, door het pad van non-dualiteit, komt de identificatie meer en meer los. En nee, de schaamte wordt echt, omdat je weet dat het ook zo gewoon hoorde te zijn. Ja. En nee, ik heb juist door non-dualiteit makkelijker leren aanvaarden dat de bewegingen gebeurden. Wat niet maakt dat het minder lastig is. Ik bedoel, ik kan zo boos op iemand worden dat ik die ineens de huid vol scheld. Ja. En dan, ja, een paar dagen later ben je weer in het normale. Maar je hebt wel die persoon pijn gedaan. Ga je dan En sorry zeggen of tuurlijk, ja? er is niks mis met jezelf te excuseren. Ook al weet je dat het niet anders had kunnen gaan. Ja, maar dan spreken we vanuit het gebied van persoon. Ja. Hè? De ene persoon deed de andere pijn. Ik ga zeker niet arrogant zijn om te denken, dit was het leven. Wat ik wel ga doen, is mijn eigen niet constant afbreken van ik heb die pijn gedaan, dit en Ja. dat. Ja. Ja, en het is Ja. goed dat dat nog eens benoemd is, want daar kun je ook inschieten. Dat je zoiets hebt, ja, dat gebeurt ook allemaal door mij heen. Ja, maar wie gaat dat soort Ja, gedrag dan dan krijg je. weer? Dan denk ik niet dat je Nee. vanuit het juiste perspectief kijkt. Nee. Nee. In zo'n fase heb jij niet gehad dat je inderdaad een soort Tuurlijk superioriteitsfase. wel. Dat je dacht, Tuurlijk het zal wel. mij allemaal. Jawel, ik heb die Ja, fase ook ja. gehad, helaas. En Daar ga je doorheen. ja, dan val je daar weer vanaf. En dat is de grootste totter die je kan maken. Ja. Maar dat is het spirituele ego dat je ook weer even moest ervaren. Hè. Dus Ja. het is wat het vooral bij mij is, is zo: het eindpunt is alles loslaten. En niemand nog zijn. En geen doelen. En echt alles loslaten. En Vrijval. ook het spirituele, ook zelfs de non-dualistische leraar willen zijn, loslaten. Inderdaad, vrije val, laten gebeuren. En pas als dat er is, dan zie je pas dat de rest dat opbouwt niet meer jij is, maar ja. Het onnoembare. Het onnoembare, ja. Als mensen met jou in contact willen komen, sta je daarvoor open of zeg je laat me in godsnaam met rust? Ik sta daar zeker voor open, zolang ze mij niet gaan vereren. Ik heb daar geen behoefte aan. Ik ben meer de persoon die wilt helpen. Altijd ook graag gedaan. Een ware people pleaser. Maar als het oprecht is. Ik heb helaas vaak ja, zoals ik het voordien al tegen jou vertelde, soms wel eens de aantrekkelijkheid die mij parten speelt en het mij moeilijk maakt. Ik ben ook niet zo graag assertief tegen mensen. Dus, Ja. Je hebt ook geen website waarop jij je presenteert als leraar natuurlijk. nee. Je hebt een schoonheidssalon, Massagetherapie, ja. massagetherapie en je bent voor de rest gewoon lekker moeder en partner Ja. en Vlaming, Vlaamse. En je hebt, nogmaals, je pretendeert hier inderdaad niet te zitten als
iemand die het licht gezien heeft en komt allen tot mij. Nee. Nee, dat is wel duidelijk geworden de afgelopen 50 minuten. Nou ja, ja. Je bent ook niet zo makkelijk te vinden. Er zijn wel wat andere YouTube-filmpjes van jou nog te vinden. Hè? Ja. Die ook gaan meer over depressie. En, ja. En ik heb er bij eentje zelfs mijn e-mailadres gezet. Moesten mensen interesse hebben om mij toch te vinden op een manier. En natuurlijk wil ik heel graag helpen, maar alleen tot op een bepaald niveau. Ik vind het heel, heel nuttig dat mensen ook hun eigen weg zoeken. Uiteindelijk, ooit gaat het antwoord uit jouzelf moeten komen en niet uit een meester. Of jij bent degene die de klik maakt en niemand anders. Dat kun jij mij niet geven op een presenteerblaadje. Ik zou het je zo graag willen geven, maar nee, ik denk dat de wereld er dan al lang anders had uitgezien. Ik denk dat ook een Boeddha al iedereen zou verlicht gemaakt hebben, maar nee, het is... En zelfs jij hebt de keuze niet om de keuze te maken. Het is genade. Ja, zelfs het is wakker worden. Het is gewoon eigenlijk niet meer dan een inzicht. Ja. Ja. Nou, vriendelijk dank. Je hebt ons al geholpen met dit mooie gesprek. En dan gaan wij, denk ik, nog een paaseitje eten of iets. Of ja, ik haal ze zo uit de kast. Oh, ja. Super. Ja. Dank je wel. Dank je wel.